Kijk hoe groot het is. Ja. Ja, ja, hier. Kijk, 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 kijk. Zo! 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 Oh, dit is de rooflijn. Oké, de duim binnen, Igor, richting mij. Daar komt die jongens. Zo! Welkom bij de vlog Vissen met de Boys. Ik ben aangekomen bij een plek in Almere. Damien en Igor komen zo meteen vissen. Ik ga mijn nieuwe hengel uitproberen. En ik heb bedacht dat ik van mijn oude hengel een drop shot set maak. En van mijn nieuwe hengel een snook set. Dus we gaan het zien vandaag. Dit is waar we zullen vissen vandaag. En zoals je kan zien liggen er goed veel stenen. Dus we kunnen mooi onder de brug gaan staan om te vissen. Een lang stuk om te vissen. Ver naar buiten kunnen gooien. Ik heb er zin in. Nou, daar is mijn vistas, mijn oude hengel. Dit is mijn nieuwe hengel. Die heb ik gekregen van Damien's opa's collectie. Het is een vintage hengel. Ik ga de molen wel bewaren. En mijn andere molen erop zetten. Maar zullen het zien. Hey, daar komt Damien al aan, samen met Igor. Nou, we gaan het proberen. Holy shit. Damien, waarom stress je daarover? Ik stress er niet over, maar ik vind het cringe hoe je zo dan met die camera in mijn gezicht gaat. Die ik van Damien heb gekregen. Zoals je ziet, goud koordje. Mooi. Gaan we dus kapot maken. Ontmaagding van de vis heen. Natuurlijk wel afval weggooien. Kijken hoe lang die is. Zegt ze ook wel vaak. Fijne hengel. Nieuw hengeltje. Wat stijver dan mijn andere. Ik heb zelfs nog een condoompje om mijn hengel. Jullie zijn getuigen. Oh, lekker hoor. Daarboven ook. Moet je voelen. Willen jullie ook voelen? Nou, deze is ready. Ga ik even mijn dropshot hengel klaarmaken. En dan gaan we vis. Hopelijk vangen we wat groots hier. Want ik heb hier laatst een 80 centimeter snoekbuis gevangen. En vrienden van mij twee snoeken. Dus beloof wat goeds. Nou, eerste worp op de dropshot set. Je ziet het al, een mooie een zwartbek gondel imitatie. Nou, gauw van de haak af. Ik druk de cue dicht zodat hij niet te erg spartelt. Mooi. Kijk. Ja, dat klein was.
En leuk voor baarsjes is, hun tanden zitten ver in hun mond. Dus je kan je duim op de lip zetten. Je kan niet even gaan spartelen. En dan kan je de vinnen mooi laten zien. Of de stekels. En dan kan je een afscheidkusje geven. Nee, toch niet? Au revoir. Hoppa, Kees. Top. En kijk. Zo doe ik mijn manier van knopen. Ik weet niet of jullie de draad zien. Je vinger hier. Zie je. Een beetje het lijn strak, dus moet iets verder staan. Dat is wat makkelijker. Dan sla ik de draad om de andere draad heen. Zie je het nog goed? Ja. Dan doe ik het ongeveer tussen de 7 en de 9 keer. Om het veilig te maken. En dan heb je waar je duim had. Waar ik in het begin bij de lus zit er nog steeds. Ik zie het nu zelf niet, denk ik. Dan maak je het nat. Zodat het niet doorbrandt wanneer je het gaat aantrekken. Dan pak je dat ene draad. Maak je het weer even nat omdat het lang duurde. En dan trek je het strak. Dan heb je uiteindelijk een 8 knopen hier. Igor zegt dat hij beet heeft. Misschien is het die snoep die toen net geloosd. Volgens mij is het een youth man. Komt hij wel dichterbij? Ja man, draag is een open. Wow, hij heeft de roofplay! Nee joh. Hij heeft de roofplay. Oké, okay, filmen. Nee joh. Bro, hij is zwaar, ouwe. Ja, oké, okay, maar je doet nee, het goed. Joh. Je doet het goed, oké. Okay. Nee, joh! Nee, joh! Hij heeft hem. Welke blinker was dit? Nee, gewoon blijf het inhouden. Was dit die blinker van mij, Igor? Ja, man. Bro! Wacht. Zet hem open, zet hem open. Ja, gewoon laat het gaan. Je hengen hoog houden, hou de spanning erop en niet draaien. Ja, niet tegendraaien. Bro, deze zag ik net. Hé, hey, deze zag ik net, bro. Bro, ga eens aan de kant. Igor blijft nog zitten. Bro. Wat een gevecht, ouwe. Hij is aan het vechten. Kijk hoe groot hij is. Kijk hoe groot hij is. Ja, hier. Kijk. Zo. 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 Oh, dit is de roofvlei. Oké, de duim binnen, Igor, richting mij. Daar komt die jongens. Oh, zo. Okay. Wat een kracht. Houd nog vol, Igor. Ja. Oké. Oké. Okay. Oh, je hebt hem helemaal verkeerd gehaakt. Je hebt hem zo fin gehaakt. Daar kan hij niks aan doen. Nee. Maar dus hij heeft een per ongeluk. Ja. Oké. Okay. Wow. Zeldzaam in Nederland. Vrij zeldzaam. Pak uit mijn tas. Pak mijn hele rugtas even snel rennen. Hey Dima, kun je alsjeblieft? Ja. Ik stuur het hele filmpje wel. Besef even. Film ook even hoe die gehaakt is aan de zijkant. Film even aan de zijkant hoe die gehaakt is. Als hij springt ben ik de lul, pas op.
Want dan is die haar veilig. Moet dat netje vasthouden? Nee, dat is niet. Kom, ik had het net vast. Zie. Maar hij is echt heel groot. Hang je uit. Moet nog even wennen aan al die visgeuren en schubben. Ik probeer het snel leven te houden met dat vangrail. Pas op. Ik hier. Kom. Kom. Ja, druk jij hem even? Heb je de drukker op? Ja. Goed. Oké, laat het maar los. Besef hoe groot. Ga hem nu terug halen. Mijn schepnet is afgebroken, dus ik moet hem zo terugzetten. Wil je niet nog een foto maken? Ja, hij komt tot leven. Nou, dit is de aftermath. De vis is weggezwommen. Jammer genoeg niet op beeld, maar... Jongen, wat was dit een fucking grote vis. We zagen hem al de hele dag. En Igor die zit gewoon letterlijk hier op de kant. En dan zegt hij gebeet, maar ja, dat zegt hij al de hele tijd. Het is de eerste keer dat hij vist. En ik dacht, die heeft een tak of zo, maar nee. Hij zei, ga eens aan de overkant, toen wist ik het. Hij heeft een roofblij. En tering, wat was hij groot, joh. Fuck. Nou, mooie winst vandaag.